Goedendag, welkom bij de 10 minuten van het online mini-interview van Entertainment Business. Ik ben Ed Hogeveen en vandaag is mijn gast Jolanda Jansen, directeur van Ahoy Rotterdam en ook woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers. Jolanda, welkom. Je hebt een behoorlijk zware week achter de rug. Hoe is het met je? Met mij persoonlijk gaat het goed. Maar het is inderdaad een intensieve week geweest vorige week. En het is een intensieve tijd. Dat geldt voor iedereen in de branche. Ik denk dat iedereen zit in hetzelfde schuitje. Natuurlijk sinds maart is het aan de ene kant heel erg rustig. En aan de andere kant ongelooflijk intens en intensief. Ja, en dat mondde bij ons afgelopen week uit in Ahoy in een bekendmaking aan de collega's dat we voor een reorganisatie staan. Ja, dat was natuurlijk heel ingrijpend en aangrijpend en emotioneel. En tegelijkertijd ook, was het voor niemand, kwam het als een hele grote verrassing, omdat we natuurlijk allemaal zien dat er sinds maart weinig werk is en dat we stilstaan en dat er veel al om ons heen gebeurt. En was ook heel veel saamhorigheid en geeft dat aan de andere kant ook dus weer ergens een soort mooi gevoel en een bevestiging van het feit dat we niet in een 9-to-5 branche zitten en ook niet in een 9-to-5 bedrijf. En dat is ook heel erg gevoel van saamhorigheid geeft. Dus naast de onzekerheid over deze tijd was het ook mooi om dat weer bevestigd te zien. De sterke cultuur die er is. Ja. Zo'n besluit zal onvoorstelbaar moeilijk zijn om dat te nemen. Waarschijnlijk heb je er heel lang tegenaan lopen hikken. Maar wanneer zeg je dan van nu moet die beslissing vallen? Nu moet het genomen worden, dat besluit? Ja, dat doe je natuurlijk gelukkig met een aantal mensen. Mijn collega Kitty van Dongen, onze CFO, is daar natuurlijk ook heel belangrijk in. Samen. En kijk, je bent op een gegeven moment met scenario's bezig. Vanaf maart vielen we natuurlijk allemaal terug naar €0 omzet. En op het moment dat je ziet, dit gaat niet meer. In eerste instantie dachten we, dat is misschien rond de zomer draaien we wel weer. En toen werd dat na de zomer. En op een gegeven moment realiseer je dat het perspectief nog lang onzeker is. En er nog weinig stip op de horizon zijn, behalve allerlei kleine stappen. En dan weet je dat dit eigenlijk onvermijdelijke stap is, omdat je gewoon naar kosten moet gaan kijken. En gelukkig kunnen we wel weer sinds juli een aantal evenementen mogen organiseren. Wij zitten ook in de markt van zakelijke evenementen, dus beurzen kunnen we weer organiseren. Ook publieke evenementen natuurlijk op die bekende 1,5 meter. Maar dat zijn geen evenementen die kostendekkend zijn. Dus je weet dat je aan de kostenkant echt moet gaan, aan die knop moet gaan draaien. Ja. Dus dat werd op een gegeven moment in de zomer en hebben we gewoon die knoop moeten doorhakken. En zijn we het traject ingegaan, zoals dat dan formeel heet, met het aankondigen van de reorganisatie en in gesprek met de OR. En zitten we in die fase nu inderdaad. We hebben het nu over een situatie wat natuurlijk echt in de wereld om ons heen gebeurt. En iedereen snapt dat en het is ook gewoon zoals het is. Maar dat maakt het des te zuurder in feite dat je van collega's die vaak al lang bij ons werken, collega's die met ziel en zaligheid hun werk doen, talenten, dwars door de organisatie heen, straks een besluit moet gaan nemen. En dat is heel zuur en pijnlijk en emotioneel. Maar ook nodig om daarna weer de stap te kunnen maken. Want daar doe je het natuurlijk ook met elkaar voor. Hè? Om daarna weer de stap te kunnen maken naar de toekomst toe. En ik denk met dat geldt niet alleen voor ons, maar voor iedereen in de branche. Hè? Van toelevering tot promotoren, tot locaties, tot theaters, tot noem maar op, organisatoren. Zo kijk je wel, hoe kunnen we dan met een basisteam weer de toekomst ingaan om daarmee vooral weer evenementen te organiseren waar mensen blij van worden en ook echt weer behoefte aan hebben. En ik denk wat de afgelopen tijd ons wel geleerd heeft, is dat we heel veel online kunnen doen, wij spreken online. Maar de bevestiging van nut en noodzaak van onze branche, die is alleen maar sterker geworden.
Soms vragen mensen van buiten deze wereld vragen zich af, ja, gaat het ooit nog terugkomen dat mensen live bij elkaar komen? Nou, ik denk dat is meer dan volmondig. En jij knikt ook al volmondig, maar dat ziet iedereen. Daar hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. Mensen hebben zo'n behoefte aan, juist aan bij elkaar komen, saamhorigheid. En dat geldt in zakelijke sfeer. Dat gaat over geïnspireerd raken bij congressen of wat dan ook. Maar dat gaat ook als burger, als publiek, als liefhebber van sport of liefhebber van muziek of liefhebber van cultuur. Dat geeft zo'n gevoel van ergens bij horen en dat gaat in je vezels zitten. En dat is denk ik ook de kracht die deze periode geeft, de bevestiging daarvan. En ja, dat is nog echt een lange weg voordat we dat weer kunnen doen zoals dat was, op volle capaciteit en zonder restricties. Dat gaat echt nog even duren. Dus ja, ik denk dat het belangrijk ook is om dat realisme te hebben, hè, dat het een lange weg zal zijn. Maar tegelijkertijd geeft dat ook alleen maar aan dat dit blijft en dat live blijft. En dat daar haal ik ook weer kracht en energie uit. En ik denk dat iedereen dat haalt. En het is belangrijk om ook dat weer dat vertrouwen bij de consument te geven. Dat het, dat het kan en dat het leuk is. En dat het ook op een andere manier kan. En dat het dan ook leuk is om een show te volgen enzovoort. Ja. Ik bewonder je positivisme. Straks is het ook de nuchterheid van het oosten van het land wat er meespeelt bij jou? Dat weet ik niet. Ja, zeker. Ja. Je ziet toch de toekomst positief tegemoet. Vind ik heel mooi. Even wat anders. Jolanda, je werkt nu bijna 17 jaar voor Ahoy Rotterdam. Sinds 2011 zit je in de directie. Ben je een van de directeuren van Ahoy Rotterdam. Je bent daarnaast ook aandeelhouder. Maar waar ben je precies aandeelhouder van? Want het gebouw is in handen van de gemeente Rotterdam. Dus waar ben jij aandeelhouder van? En waar zijn de andere aandeelhouders eigenlijk aandeelhouder van? Goeie vraag. Nou, wij zijn de aandeelhouder van de exploitatiemaatschappij. Dus Ahoy, Rotterdam Ahoy, de exploitatiemaatschappij. En wij huren het pand van de gemeente Rotterdam. Dus de gemeente is onze huisbaas en wij huren het pand. En dat pand, dat verhuren wij dus voor evenementen. Maar we organiseren ook zelf voor eigen rekening en risico. Een bekend voorbeeld is het ABN AMRO tennistoernooi. Maar ook andere evenementen zoals wielen zesdaagse, woning zesdaagse, kerstcircus. Maar ook allerlei vakbeurzen die we zelf organiseren. Dus we zijn eigenlijk gebouwexploitant en organisator. Ja. Het lijkt erop dat de overheid het steunpakket aan maatregelen, waaronder de NOW-regeling, gaat verlengen. Een 3.0 pakket per 1 oktober. Zij het wel onder beperkende voorwaarden. Dat moet toch goed nieuws zijn voor de entertainmentbranche, lijkt mij, of niet? Ja, zeker. We hebben als branche eigenlijk verenigd in het eventplatform voor wat betreft de zakelijke evenementen, beurzen, congressen, evenementen. En de alliantie van evenementenbouwers, de publiekskant, hebben wij samen een financieel plan neergelegd, een overbruggingsplan om de komende maanden door te komen. Wat bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Eén is het doortrekken van de NOW-regeling. Twee, het doortrekken van de TVL-regeling met aanpassingen. Dus dat zijn die vaste kostenregeling. En de regeling voor de ZZP'ers, de TOZO-regeling. Dat hebben we neergelegd. Nou, de geluiden van de laatste dagen, vanochtend ook het nieuws, is dat die nauwregeling doorgezet zal worden. Ja, en dat is ongelooflijk belangrijk, omdat, zoals ik zojuist zei, we mogen weer wat als branche. En we laten ook zien dat dat veilig kan en dat het goed kan. Maar dat zijn geen evenementen waarmee we onze kosten dekken op dit moment, op die 1,5 meter. Dus daarom is die ondersteuning echt belangrijk om ook echt de winter door te komen. Omdat iedereen wel ziet en gelukkig is daar ook de erkenning voor in Den Haag. Dat onze branche als eerste eruit ging in maart. En ook echt als laatste pas weer vol zal kunnen starten. Ik denk we hebben hard achter de schermen gelobbyd. Gisteren heeft de zakelijke branche ook zich op een hele sympathieke manier op het Malieveld laten horen. Dat zullen we vanuit de alliantie ook gaan doen op 1 september. Zullen we ons ook op het Malieveld laten zien. En nogmaals aandacht vragen voor deze branche.
Maar ik denk dat het wel heel goed is te merken dat we op de kaart staan en ook expliciet in die berichtgeving vanochtend genoemd werden rondom de nauwregeling als sector. Ja, en dat is belangrijk. En ik denk, en dat merken we ook in de gesprekken die we hebben met de diverse ministeries, dat de erkenning is voor de waarde van de sector. En niet alleen in economisch opzicht, maar zeker ook in maatschappelijk opzicht. Ook veel erkenning is voor het feit dat wij een hele gecontroleerde sector zijn die altijd al gewend zijn om te gaan met veiligheid van onze bezoekers. Dat het eigenlijk ook een beetje in onze aard zit om dat te doen. En dat we dat dus ook met bijzondere omstandigheden als waar we nu in zitten kunnen doen. En dat er ook een grote economische waarde zit in deze sector met 100.000 banen en bijna 7,5 miljard omzet. Dus dat 3.0 pakket waarvoor er binnenkort hopelijk dat akkoord gaat komen, waarvan het waarschijnlijk is. Mag je dat dan als een succes zien van de lobby van de Alliantie? Lobbyen doen we, Alliantie Event Platform samen. Ja, of dat het succes daarvan alleen is, dat weet ik niet. In ieder geval ga ik ervan uit dat meegespeeld heeft. Datzelfde gold toen 1 juli de versoepelingen aangekondigd werden in de aanloop naar 1 juli. Dat we in ieder geval weer zonder maximum aantallen, we dachten toen nog op die 100 mensen te moeten zitten of te zullen zitten. Maar zonder maximum aantallen en lopende evenementen zoals beurzen weer kunnen. Ja, dat had zeker te maken met het feit dat we hebben uitgelegd dat niet elk evenement hetzelfde is. En dat het echt belangrijk is om naar maatwerk te kijken. En daar kunnen we echt nog veel verder in gaan. En dat is denk ik de lobby die wij de komende tijd en de gesprekken die we de komende tijd verder zullen moeten voeren. En ook zullen moeten intensiveren. Dat we laten zien dat er nog meer kan. Dat dit het niet is totdat we ooit van 1,5 meter af kunnen. Er moet echt nog meer mogelijk kunnen zijn. Want dat is wat we willen. Steun is belangrijk, financiële steun. Maar uiteindelijk willen we ondernemen. En we willen weer dingen doen. Want we zijn allemaal mensen die met de handen uit de mouwen iets willen doen en onze bezoekers weer willen verwelkomen. Ja. Deze week heeft Mojo Concerts bij monden van Erik van Eerdenburg in één vandaag bekendgemaakt dat zij in samenwerking met Ira Helsloot, een professor aan de Universiteit van Nijmegen, professor in, moet goed zeggen, besturen van veiligheid, dat zij een eigen onderzoek hebben gedaan naar de risico's van evenementen in binnen- en buitenlucht. Was dat onderzoek een eigen initiatief van Mojo? Of hebben ze dat, maakt dat onderzoek deel uit van datgene wat jullie doen bijvoorbeeld met het Field Lab? Dit onderzoek specifiek was een eigen onderzoek van Mojo. Waar zij hebben gevraagd aan professor Ira Helsloot, doe een literatuuronderzoek naar wat er bekend is over de proportionaliteit, zoals dat dan heet, van de maatregelen versus de impact van de effecten en wat betekent dat bijvoorbeeld voor binnen-buiten. Daarnaast hebben wij Mojo voor wat betreft Ziggo Dome AFAS en wij in Ahoy ook een onderzoek laten doen in samenwerking met de TU Delft naar ook ventilatiesystemen, klimaat. Daar zijn we ook over in gesprek met het ministerie van Justitie en de andere ministeries. En daar is inderdaad het Field Lab programma op aangehaakt. En het Field Lab programma gaat nu verder op eigenlijk alle bouwstenen die van invloed zijn op een evenement. Van hoe komen bezoekers aan, hoe staan ze in de rij, hoe verspreiden mensen zich op een locatie, of dat nou binnen of buiten is, hoe werkt dat. En die onderzoeken en experimenten zijn ongelooflijk belangrijk om dat te kunnen doen. En om ook dus weer stappen te kunnen maken naar verdere versoepelingen. En dat dan wel te doen op niet opgebaseerd op meningen en op geloof, maar echt op feiten en cijfers. En daarom is het ongelooflijk goed dat daar ook alle relevante ministeries in zitten en bij betrokken zijn. En de veiligheidsregio's en wetenschappers. Om ook echt te kunnen onderbouwen dat wat wij denken te kunnen doen. En dat is op basis van maatwerk nog veel meer dan nu.